Hallo beste kijkers van EuroRails, welkom bij deze aflevering. Het is zomer 2012 en EuroRails is weer op pad. Dit keer is het Zuid-Duitsland en Oostenrijk. Een hele leuke film met veel materieelsoorten. Veel kijkplezier. Onze opnames begonnen hier in Niederaudorf. Waar we een trein van TX Logistics zien komen vanuit Kufstein. En de trein heeft bestemming München. En dan nog verder waarschijnlijk. Dan komt DB Schenker. We hadden geluk, tijdens onze opnamedagen moesten de treinen hier langzamer gaan rijden. Bij het idyllische klooster Reisach. En vanaf station Oberaudorf was er één spoor afgesloten richting Diefersvelden en daar naar Kufstein. Dus moest alles via één spoor. Daarom komt deze railjet hier ook een stuk langzamer gereden. En is zelfs nog aan het remmen. Hier is een binnenlandse Oostenrijkse Intercity te zien. Tussen Kufstein en Salzburg via een Duitse corridor rijden. Daarvoor is de Rosenheimer Kurve aangelegd. Anders moesten deze treinen allemaal kop maken in Rosenheim, zoals dat vroeger gebeurde. Daar komt de tegentrein vanuit de richting Salzburg richting Innsbruck. Regionale verkeer. Hier hebben we te maken met een ledig materieelrit van Kufstein naar Rosenheim. Dit was een spitsuurtrein. En in de spits rijden er rechtstreekse treinen vanuit München naar Kufstein. Zoals deze hier. Treinen bestaan uit N-rijtuigen. Voormalige zilverlingen en in 2012 waren ze voorzien van een 111, terwijl het in 2010 nog vaak een 110 was. Dit is helemaal apart, vanwege het 175-jarig bestaan van de spoorwegen in Oostenrijk is deze 1216 helemaal bestikkerd en het ziet er schitterend uit. Een andere opnamedag, 's morgens vroeg in Oberaudorf. Er hangt nog mist rondom de bergtoppen. En hier zien we dat het spoor richting Kiefersvelden, het rechterspoor, afgesloten is. Wat gaan wij vandaag doen? Wij gaan naar Wenen. En dat gebeurt vanuit onze tijdelijke basis hier in Oberaudorf. De regionale trein van Rosenheim naar Kufstein die komt hier nu op linkerspoor gereden. Het betreft een treinstel uit de serie 425.
Deze trein moet dus in Kiefersvelden binnen zijn gereden. Dan kan pas de volgende trein uit de richting Koefstein hier naar Oberauthof toekomen. En die trein die heeft al veilig. En dat is hem dan. Een E-talent van de ÖBB. Met als eindbestemming Rosenheim. En hier zijn we dan in Rosenheim aangekomen. Het weer begint iets beter te worden. En 7:31 gaan we verder richting Salzburg. Dat gebeurt met deze trein die hier binnenkomt vanuit München Hauptbahnhof. Gaat razendsnel, hier zijn we in Salzburg, waar een trein van de Berchtesgadener Landbahn binnenkomt. De railjets zijn hier kinderhuis in Salzburg. Vanuit Salzburg zo meteen vertrekken richting Wenen. Maar dat doen we niet met een railjet, dat doen we met de Westbahn. En hier kunnen we nog eens fijn de toonladder horen, die de locomotieven uit de serie 1016 en 1116 produceren bij het aanzetten. LF16-242 staat met de verkeerde kant tegen de trein aan. De railjet locomotieven hebben namelijk een grijze en een rode kant. En als de rode kant voorop loopt, dan loopt de strijping en alles door via de locomotieven naar de rijtuigen. En ook de grijze kant voorop, zoals hier het geval was, dat is die strijping niet doorlopen. Maar het ziet ook niet slecht uit. Op dit tableau zijn alle samenstellingen van de treinen te zien. Waar zich de eerste klas bevindt, waar de tweede klas maar de restauratierijtuigen. Er staan ook de Westbaantreinen, we zien er hier eentje. Het frappante is dat de afbeeldingen die gebruikt zijn, gemaakt zijn door de firma Rocco. U weet wel van de modeltreinen. We zien dat hier in coöperation met Rocco. Dan zien we hier dat deze Oostenrijkse locomotief een beetje Nederlands is, althans waarschijnlijk voor de helft zal die van de Hollandse Bankunie zijn. En deze LF44 vertrekt hier met een City Shuttle, inclusief stuurrijtuig achterop. Daar komt weer een talent in die toebehoort aan de linie Salzburg. Deze talentjes zijn in Oostenrijk verdeeld over de diverse bondslanden. En daar komt onze Stadler Kist binnen van de Westbahn, zesdelige treincellen, maximum snelheid van 200 km per uur. En met deze trein gaan we richting Wenen.
Hier zijn we dan aangekomen in Wien-West. En Wien-West is een kopstation. Een Duitse ICE. En hier dan het Westbaan dubbeldeksmateriaal. Het zijn ook een zeer comfortabele treinen. Prachtig werkend wifi systeem in de trein. En zoals gezegd, op de Westbaan wordt ook 200 km per uur gereden. Dit resulteert in het aantal vliegkadavers dat we hier op de neus zien. In Wenen rijdt de tram. Zowel nog de oude beestjes als de modernere uitvoeringen. Er komt weer een tamelijk moderne geledenwagen. Maar deze oude beestjes doen ook nog goed hun best. En rijden hier gekoppeld met aanhangwagens. S'avonds zijn we weer terug in Salzburg, waar deze 5047 vertrekt. En deze Intercity binnenkomt. Deze trein heeft Salzburg geholpen over als eindbestemming. De loks zullen zo aanstonds afgekoppeld worden. Het is hier inmiddels gebeurd. Het vernieuwde Salzburg Hauptbahnhof heeft een heel aparte bovenleidingsconstructie. Die we ook bijvoorbeeld zien in Berlijn Hauptbahnhof, maar dan het diepliggende gedeelte. Vanuit München komt de 111-017 binnen, de Maxel. Dat is de bijnaam voor deze locomotief. Maakt weer kop en gaat weer terug naar München. Weer een vlucht van de BLB. Vanuit Salzburg nog even verder gaan naar Golding-Abtenau. Vanuit de dubbeldekker zagen we de jubileum Railjet binnenkomen. Dat was aanleiding genoeg voor ons om toch nog even richting perron te gaan en deze trein nog even wat fijner op de film vast te leggen. Nu weer was de fijne toonladder te horen. En deze Railjet is bestickerd, ook vanwege het feit dat de spoorwegen 175 jaar bestaan in Oostenrijk. Heel aparte uitvoering, zeer elegant. Lok. We gingen een stevige onweersbui tegemoet. Hier zijn we in vrijlassing. De treinen vanuit Wenen worden doorgereden naar vrijlassing en maken hier kop. Dus vandaar dat we ook dit Westbaan treinstel hier zien staan.
Deze zwarte tower is rangeerd met materieel van een trein uit Berg des Gaden. En wij gaan vrijlating weer verlaten. Hier rijden we Rosenheim binnen met de Warsteiner trein. En de ruiten zijn nog aardig nat, evenals de Maxel. Die ook nog behoorlijk nat hier is op deze front. Maar in Rosenheim was het droog. En er gaat zelfs nog een avondzonnetje doorbreken. En in dat fijne avondzonnetje rijdt deze 189 van TX Logistics richting München. De 289ers uit München richting de Alpen. En vanuit Kufstein komt de trein die we zullen nemen richting Oberaudorf. Rijdt nog verder naar het eindpunt Kufstein. En dat geeft wat tijd voor deze sfeervolle opname van station Oberaudorf. Een andere opnamedag zijn we weer in vrijlassing. We gaan deze keer met de BLB richting Berg des Gaden. Wij rijden dan niet helemaal mee tot het eindpunt Berg des Gaden, maar we stappen in de Bad Reichenhall Kirchberg. Daar stappen wij uit om een zoutmijn te bezoeken. Dit is Bad Reichenhall. En de ET-130 die gaat nog verder naar zijn eindbestemming, Berg des Gaden. De voeding voor de bovenleiding op deze lijn. En we gaan Zoutmijn Annex Zoutmuseum opzoeken. Nadat we daar zijn geweest, gaan we weer terug. Dit keer met de ET-132 van de BLB richting Vrijlassing. Onderweg in Pieding, dan moeten we de kruising afwachten met de tegentrein. Je ziet dat station Pieding nog klassiek beveiligd is. Het lijkt wel of er nu twee treinen binnenkomen door die verspiegeling in de zijwand van onze trein. Maar het is toch maar eentje hoor. De ET-133 van de Berg des Gadener Landbaan. Hier zijn we weer in Vrijlassing. En de ET-132 gaat weggerangeerd worden richting een kopspoor. Om daar de volgende slag richting Berg des Gaden af te wachten. Hier vertrekt de München-Salzburg Express, maar dan in omgekeerde richting. Deze trein komt uit Salzburg en gaat richting München. En de vreemde is
deze 111 die achterop meeloopt in opzending. Het komt dus vaker voor als een stuurrijtuig defect is dat beide locomotieven dan tractie leveren. Maar dat is niet het geval hier bij deze trein. De 111-038 loopt koud mee. Nou is koud wel betrekkelijk, want het was toch zo rond de 30 graden hier in Vrijlassing. Daar komt weer een talent van de linie Salzburg. En deze trein heeft als eindbestemming Bad Reichenhall. We hadden de trein uit Bad Reichenhall genomen, die richting Salzburg rijdt. En we zijn hier in Taxham Europark uitgestapt. Zo, flink goederenverkeer. Zoals we hier zien bij deze autotransporttrein. En hier in Taxham is ook een zeer groot winkelcentrum gevestigd. Daar weer een binnenlandse IC met een kinderlandrijtuig. Na Taxham gaan we hier verder richting Salzburg Hauptbahnhof. Met een voormalige Duitse V100 van de Salzburger Lokaalbaan. 289ers in voorspan. En het verbouwen gaat vrolijk verder. Een 628 van de DB voor de verbinding Salzburg-Landshut. En weerom een Railjet, die mag niet ontbreken hier in Salzburg Hauptbahnhof. Ook de 1116-230 maakt muziek. We zien nog eens de aparte bovenlijnenconstructie. Die heeft zoals ons mooi in beeld gebracht heeft, namelijk de overgang van de elektrische leidstang naar de gewone bovenleiding. Maar eerst gaan we weer een kist tegenkomen van de Westbaan. Nadat de Brennerlijn buiten gebruik was, werd alle verkeer omgeleid via Salzburg, onze goederentreinen. Dat betekende dat ze in Vrijlassing geen ruimte hadden om de Westbahnkissen op te vangen voor het keren. Dus reden deze treinen niet verder als Salzburg Hauptbahnhof en werd hier gekeerd. Twee motorwagens uit de serie 5047, ook op weg richting Taxham. Dit geeft ons mooi de gelegenheid om de kist van de Westbaan hier Salzburg Hauptbahnhof te zien. Hier zien we de bovenleidingconstructie waar ze overgaat van de bovenleidingstang naar bovenleidingdraad. En we gaan eens mooi deze stroomafnemer volgen. Hoe dat dan in werkelijkheid gaat.
Dat gaat perfect, zonder een seintje pijn. City Shuttle materieel wordt hiermee gerangeerd. Deze rijtuigen worden een stukje verder op neergezet door deze 1163. Een elektrische rangeerlocomotief die hier weer terug vliegt om de volgende klus te klaren. En voor de westbaan naar Wienmest is het tijd om te vertrekken. Achtergrond zien we al de tegentrein uit Wien-West terugkomen. Die komt hier binnen. Het zijn geweldige treincellen, zesdelig. Zeer comfortabel, zoals reeds gezegd. Het wordt wel mooi en goedkoop. Om daarmee te reizen bedoel ik dan. Diesel uit de serie 2016, een Hercules. En deze locomotief gaat vastmaken aan de City Shuttle rijtuigen. Die gaan nu een stukje verderop geparkeerd staan. De Maxel, niet weg te slaan van de lijn München-Salzburg. Nu komt hij weer binnen. En weer een andere opnamedag. Hier zijn we in de buurt van Prien aan de Chiemsee. Ook langs de lijn Rosenheim-Salzburg. Met de regionale baan. Van München naar Salzburg. Veel goederenverkeer. Dan zien we weer een trein van TX Logistics. Een 189 met een dispo-lok kleuren. En dit is dan de RE, de regionale express, van München naar Salzburg. En dit is een hoekenpaktrein, getrokken door een 1116 van de ÖBB. Kort daarop weer een goederentrein. Die overweg waar we hierbij in de buurt staan, die ging wel vaak dicht. En gelukkig niet op het moment dat deze auto eraan kwam. De regionaalbaan uit Salzburg naar München. En we gingen weer een stukje verderop naar Stock. Haven van Prien aan de Chiemsee
En dit is het eindpunt van de Chiemseebaan, die vanuit hier vertrekt richting het station van Prien. Dit waren vroeger echte stoomlocomotiefjes. Tegenwoordig zijn het diesellokjes, die dan wel uitzien alsof het een stoomlocomotief is. En met deze beelden van de Chiemseebaan is deze aflevering van Eurorails bijna voorbij. Bedankt voor het kijken en graag tot ziens in de volgende aflevering van Eurorails.